bal was dat homo's niet mochten trouwen. En toch is dat in wereldwijd is dat nog steeds een uitzondering. En Nederland was een pionier op het land, een morele pionier, als het gaat om de emancipatie van homoseksuelen. En natuurlijk hebben we heel veel andere emancipatiebewegingen hebben ook al gehad. De emancipatie van vrouwen, hè, we discrimineren hopelijk niet meer. In ieder geval niet meer juridisch. Om binnen de moraal te vallen. En ook blijkbaar niet ergens in de 18e eeuw kwamen ze erachter dat, ja, misschien is het niet nadenken, maar misschien is het vermogen om te voelen. Wat er gebeurt is bij het hardlopen.